Hallo allemaal, welkom weer bij deze nieuwe video. In deze video wil ik jullie een beetje gaan laten zien hoe het nu met Kim en Nani gaat tijdens de dracht. En waar je op moet letten. En ook hoe het nu met Elvis gaat. Hij is natuurlijk al best wel lang bij ons en al een tijdje onder het zadel en in de lessen. Dus dat gaat hartstikke goed, echt heel leuk. Nou, hier hebben we Kimmy. Kimmy moet nog 5,5 maand. Dus is op de helft. Nou, haar buikje die groeit wel al. Die wordt al wel wat dikker. Hé, hey, Kimmy. Ja. En Kimmy heeft eigenlijk nog niet heel veel last van. Ze was heel eventjes wel wat humeuriger. Humeuriger. Maar nu gaat het eigenlijk weer goed. En Nani, die moet nog 4 maanden. Er zit ongeveer 1,5 maand tussen. Eigenlijk 5,5 week tussen de twee. Nou, Nani krijgt ook al wel een flinke buik. Bij haar zie je het ook wel vanaf de bovenkant, zeg maar. Ze wordt echt wel breder. Met Nani gaat het eigenlijk altijd goed. Nani is nog hartstikke fit. Nog hartstikke snel, heel lief. Het enige wat ze nu wat minder leuk vindt, is de single. Nou ja, dat is wel heel logisch natuurlijk. En verder rijden ze allebei nog lekker mee in de lesjes. Ze rijden wel iets minder nu in de lesjes mee. 1 keertje op een dag en een lesje van mij is ongeveer 25 minuten onder het zadel. En dat doen ze allebei nog hartstikke goed. Waar moet je allemaal op letten? Eigenlijk de eerste maanden, als je pony gewoon gezond is, hoef je verder nergens aan op te letten. Het is gewoon belangrijk dat ze gewoon altijd goed voer hebben, lekker hooi hebben. En eigenlijk zo'n ongeveer 4 maanden voor de bevalling begin ik met Mediebrok. En ik ga me volgende week beginnen met Mediebrok. En Kim krijgt ook een vast Mediebrok dan volgende week. Want Kim is gewoon wat zwakker. Is altijd al wat dunner geweest. Dus die kan het wel gebruiken. Nou, in de laatste 4 maanden maakt het veulen vaak een groeispurt. En de Medi heeft dan meer behoefte aan energie en aan eiwitten. En in Mediebrok zit veel energie en eiwitten. Dus daarom geven we eigenlijk Mediebrok bij. Je hoeft niet ineens heel veel te gaan voeren aan je merrie aan het einde van de dracht. Dat is nergens voor nodig. Ik voer gewoon wat bij en verder krijgen ze altijd al genoeg. Dus daar gebeurt verder niks anders aan. Kim is soms wel wat dunner, dus die krijgt af en toe nog wat slobber erbij. Maar dat is het dan ook wel. Het rijden, ja, eigenlijk kan je best wel lang door blijven rijden als je merrie het goed vindt. Als je natuurlijk jouw pony goed genoeg kent, dan weet je wel hoe ze zich normaal voelt en als ze zich wat minder voelt. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Ik ga gewoon lekker met ze door zo. Het is juist goed om ze in beweging te houden en wat conditie te houden. Zijn ze alleen maar fitter, ook goed voor het veuletje. Veulen is ook gelijk lekker fit. En ze zullen aangeven aan mij wanneer ze niet meer in de lessen kunnen rijden. En ja, vorig jaar was het met Kim, of 2 jaar geleden met Kim, was het ongeveer volgens mij 2,5 maand van tevoren. Dus nou, we gaan het weer zien. Je hebt natuurlijk wel nog te maken met de single. De Medi geeft ook wel aan op een gegeven moment dat ze dat niet meer zo leuk vindt. Dus die moet je gewoon niet al te strak doen. En de kids kunnen natuurlijk ook altijd zonder zadel hobbelen. Want ja, daar leer je wel goed door zitten. En je kan natuurlijk ook altijd gewoon logeren, dat ze toch in beweging blijven. De uier wordt zo'n 4 tot 6 weken van tevoren. Dus voordat de pony gaat bevallen wordt die wat dikker. En dan kan je een beetje zien als die helemaal dik wordt uiteindelijk. Of als het al bijna, of het bijna tijd is. Nou, bij Nani is het haar eerste veuletje. Nani is ook altijd wel wat gevoelig bij haar billen. In ieder geval als je de staart zo omhoog wil doen, vindt ze nooit zo leuk. Ja, ik ben heel benieuwd wat ze daar dan van gaat vinden. Omdat het natuurlijk bij Nani het eerste veuletje is, ben ik daar wel iets... Ja, hoe zeg je dat? Vind ik dat spannender dan bij Kim. Want Nani heeft dan nog nooit een bevalling gedaan. Dus daar moet je gewoon wel goed in de gaten houden. Nou heb ik Kim natuurlijk met Oepsie gehad. En Kim was echt... Oepsie kwam er met een glijbaan uit. Dus ik hoop dat dat natuurlijk weer gebeurt. Dus daarom, als het veulen ietsjes groter is nu, gaat het ook nog wel goed. Dus daar maak ik me niet zo heel veel zorgen om. Wel hou ik het heel goed in de gaten natuurlijk. Maar... Ja, bij Nani zou ik wel wat ongeruster zijn. Dit is Sita, de moeder van Party. Party is nu natuurlijk 1,5 jaar. En dan kan je eventjes zien aan Sita. Ze is al wat ouder. Sita is volgens mij 15. Die hangbuik die blijft dus een beetje. En ik denk ook niet dat die snel weggaat bij Sita. Kimmy. En daar hebben we Nani.
Nou, Nani en Kim staan nu nog lekker hier bij alle andere setjes. Ja, Kim staat helemaal achteraan. Die stal is iets groter. En deze van Nani is iets groter. Maar de bedoeling is dat Elfen straks hier komt. En dat Nani dus eigenlijk in de stal die hier zit, in Elfenstal gaat. En dat Kimmy gaat ook naar voren. En ik denk dat Boef en Ip dan weer hier naar achter gaan. De mestman is er. En twee ponies zijn ontsnapt. En daar zijn ze samen. Wat zijn jullie aan het doen? Lekker in het zonnetje. Kijk wat een mega wortels. Ze krijgen er allemaal één. Hele dikke voor Evo. Hopla. Maar Boef ging spelen met Blue en ineens zag ik allemaal bloed op Blue. Dus ik heb even in zijn mond gekeken. En hij heeft bloed bij zijn tandje. Dus ik heb het net al even schoongespoeld, want zijn hele mond was bloed. Kijk hier. Dus ik ga het even goed schoonmaken en kijken of er nog wat onder zit. Nou, er is alleen een stukje vel af, dus niet zo erg. Kijk maar. Hij speelt gewoon veel te hard. Hallo jongen. Kijk, je ziet bij Blue dus hier rood van Boef. Ja. Boefie. Wat heb jouw paardje nou? We hebben hier rendier Boef. Rendier Boef. Boefie. Kijk hoe leuk de kerstversiering hier. Super gezellig. Al die oogjes zie je. Ik ga de video bijna afsluiten. Ik wilde wel nog even vertellen dat je natuurlijk niet heel intensief meer moet gaan rijden. De laatste maanden van de dracht. En ook zeker niet moet gaan springen. Maar ja, dat doen wij hier niet. We doen gewoon lekker rustig aan. Dus daarom rijden we ook wat langer door natuurlijk. En de kindjes zijn heel licht. En ja, ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst. En fijne jaarwisseling alvast. Want ik denk niet dat er al een nieuwe video eerder komt. Wij gaan nog kerstfoto's maken met de ponies, dus die zien jullie zeker verschijnen. En tot de volgende video. Doei doei. Fijne feestdagen allemaal. Oh, mijn hand is echt heel vies. Bleh.